Ik dacht dat wij in een normaal land woonden, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Ook in Nederland bleek een brede brigade van halve garen te leven. Mensen zijn altijd veel stommer dan je denkt. Het is ongelooflijk werkelijk. Het is awesome. Kunt u mij horen? 20 jaar na de opkomst van Pim Fortuyn is er nu een toneelstuk en een televisieserie over Pim Fortuyn. Die tv-serie die is vanavond te zien, de eerste aflevering. Ja, dat is gruwelijk. Nou, ik heb van de week was ik naar Kunststof aan het luisteren op Radio 1 met die man die ook hier een keer bij jou in het huis heeft gezeten. Frank van der Linden. Ja. Naast je zit Pieter Bart Korthuis. Wat is een citaat uit jouw tv-serie waarvan je denkt, nou, daar zal ik nog wel vaker aan terugdenken? Nou, op dit moment is het natuurlijk in aflevering 1, zegt Matt Herbe, vrede is alleen maar een periode tussen twee oorlogen in. En niet wetende dat als de serie uitgezonden zou worden, dat we, nou ja, wij dan niet, maar dat in ieder geval de wereld weer op zijn kop staat door een hele oorlog. Ja. Wie was Matt Herbe ook alweer? Matt Herbe was de woordvoerder van Pim Fortuyn, zo begon hij. Hij was een lokale politicus uit Linschoten, die zich had aangemeld om werk voor de nieuw opgerichte LPF te doen. En die eigenlijk als een komeet daar omhoog schoot, door Pim Fortuyn werd omarmd als zijn woordvoerder. Maar die eigenlijk steeds belangrijker werd. Een man die het liefst in de schaduw wilde zijn, maar die door een speling van het lot na de moord op Fortuyn eigenlijk zijn opvolger geworden is. Ja. Het was wel interessant dat ze dus Matt Herbe gaan naspelen. Ik wist niet dat Matt Herbe een lokale politicus was die dus eigenlijk als woordvoerder van Fortuyn naar voren is geschoven, maar die eigenlijk in de schaduw wilde blijven opereren. Maar op een gegeven moment stond hij midden in de schijnwerpers na de dood. Ja, die verrekt. Dat verrekte vliegtuig aan te danken. Die F-35. Oh ja, dat was hij voor, ja. Ja. Maar en Marcel van Dam kwam terug in het stuk natuurlijk met de... Ik moet toch iedereen diep teleurstellen. Ik vond het al erg toen Fortuyn zich daadwerkelijk manifesteerde in de Nederlandse politiek. En de laatste ambitie die ik heb, is een gedramatiseerde serie, schijnt het te zijn, heb ik gehoord. Over Pim Fortuyn. Ik wil er niets van zien. Nog geen 5 minuten wil ik het zien. Het is een ramp geweest voor de Nederlandse politiek. Tot op de dag van vandaag. Ja, dat is ons land. Het is een ander geluid. Hij mag dat geluid laten horen. Hij mag het, zonder meer. Het is een ander geluid, maar we hebben er niets dan nadeel van ondervonden. Oké, dus je gaat daar niet naar kijken en ook niet op reageren? Nee. Okay, ik wil nog wel eens een boekje van Pim Fortuyn bespreken als mensen dat lollig vinden. We hadden een lulkoek. En het onbegrijpelijke was dat het plotseling door Jan en alle mannen hoofdserieus werd genomen. Dat is het gekke van de zaak. Okay. Alsof het een soort messias was die in een bundel van blauwachtig licht uit de hemel was neergedaald. Het was echt vreselijk. Ad Melkert was in die tijd best wel zuur. Hè? Want ik had altijd het idee dat hij dacht van oké, die jaren van Kok, die kan ik misschien nog wel voortzetten. Ja, misschien heeft hij dat gedacht. Maar natuurlijk wel. Meneer Melkert, u mist één zin. U miskent. Iets van Kok over de heg gooien. Maar daar heb ik het helemaal niet over. Nou, volgens mij wel. Nee, we hebben natuurlijk die beroemde scène gehad in dat praatprogramma van Witteman. Met die politieke leiders. Ja, Melkert die was moe en chagrijnig. En ja, de Fortuyn maakte daar meesterlijk misbruik van door hem een beetje te jennen en te pesten. Dat geldt dus ook voor Rotterdam, dus ook voor de mensen. Ja, maar ze hebben niet voor een asociale man gekozen. En wat ik heel leuk vind in Rotterdam. Ik dacht dat ik het woord nog had, of zie ik dat verkeerd? Dat ze met de soort zo hoog zou ik dus willen zeggen, meneer Witteman. Ik hoop dat u een beetje orde weet te houden, want de heer Fortuyn die heeft er een gewoonte van om door anderen heen te praten. U heeft die ervaring al eerder. Ja, dat moeten we gewoon niet doen. Dat was toen waren gemeenteraadsverkiezingen geweest volgens mij in Rotterdam. Enorm gewonnen, hè, want daar begon het mee. Spectaculair succes van Fortuyn begon eigenlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Waardoor iedereen dacht, Jezus, hè, we moeten hem wel serieus nemen, want dit is een klap van hier tot Gunder natuurlijk. Ja. En dat kwam natuurlijk dat de gemeenteraadspolitiek in Rotterdam sinds de Tweede Wereldoorlog volledig was gedomineerd door de PvdA. Altijd natuurlijk in feite, hoewel ik dat op zichzelf best een sympathieke partij vind. Al is het nu wel erg wat bekoeld, mijn liefde voor die partij, maar goed. Dat was eigenlijk maar begrijpelijk. Je moet nooit een partij hebben die eindeloos de macht monopoliseert. Dat is nooit goed, voor die partij niet. Voor degene die gemonopoliseerd wordt, wordt het ook niet goed. Kortom, Amsterdam heeft in feite uiteindelijk hetzelfde beeld laten zien natuurlijk. Dat trouwens aan alle studentensteden is meestal
soort van club van GroenLinks, D66. Ja, dat is zo'n beetje de dominante patroon in studentensteden. Ja. Vandaar dat in veel studentensteden de vaste bewoners denken, ja, die studenten die doen allerlei gekke dingen. Hè? En zodra ze al die gekke dingen hebben gedaan, krassen ze op en gaan ze aan ze ergens anders heen. Bij wijze van spreken. Ja, dus ik heb die hele retoriek rond Fortuyn, die vond ik eigenlijk onjuist, misleidend, verkeerd en een klassiek voorbeeld van het volstrekte gebrek aan maat houden van de media. Ja, het is altijd hollen of stilstaan bij de media. En dat vond ik volkomen onjuist. Wel nu, Fortuyn is zeer onfortuinlijk neergeschoten door die Volkert van der Graaf. Wij moesten altijd zeggen Volkert van de G, zoals je weet. Die ondertussen al gewoon weer vrij rondloopt trouwens. Zo zit het Nederlandse strafsysteem nou helemaal in elkaar. Moet je ook niet tegen protesteren, naar mijn idee. Dat was natuurlijk een hele spectaculaire politieke gebeurtenis. En natuurlijk de zittende partijen, of de zittende politieke elite, als je het zo wil noemen, die vond natuurlijk wel dat dat geluid gehoord moest worden. Dat je die kon negeren en zeker niet nadat de aanstichter, de revolutionaire leider, om het dan maar zo te zeggen, en nadat hij was doodgeschoten, wat natuurlijk een hoogst pijnlijke affaire was. Ik bedoel, dat was de eerste politieke moord sinds de Broeders de Wit waren vermoord in Den Haag. Ja, maar er zat dus wel een effect van die moord zat natuurlijk in die uitslag. Dat weten we niet precies. Fortuyn zelf die was er vast van overtuigd dat hij de grootste partij zou worden. Dat zei hij met enige regelmaat. Vergis je niet. Ik was de minister-president van dit land. Dat was kletskoek. Er was geen enkele opiniepeiling toen die voorspelde dat de LPF de grootste partij zou worden. Dat het CDA dat zou worden was eigenlijk al vrij duidelijk in de loop van die campagne. En zo is het ook gelopen. Maar er is wel een kabinet geformeerd onder leiding van Balkenende, die de leider van de grootste partij was. Overigens was er aanvankelijk nog, iemand die voornamelijk verantwoordelijk is voor de krokettenmotie, moet die nou ineens minister-president worden? Is dat niet geen zwaar gewicht nodig onder deze penibele omstandigheden? Maar kennelijk heeft Balkenende gezegd, ja, je kunt behoorlijk de pot op, ik heb die verkiezing gewonnen, dus ik ga het doen. En er was wel een tijd dat hij dan in de Kamer altijd aan donder, altijd links beneden hem zat en die moesten we dan influisteren hoe het precies moest gaan. Ja, dat kan me herinneren. Ja. Donner die altijd op de fiets kwam inderdaad. Maar goed, Balkenende was natuurlijk lang niet stom. Nee. Ik heb hem één keer meegemaakt dat hij een kort praatje moest houden en zeilde binnen. Het ging om de presentatie van een boek over Abraham Kuyper, wat geschreven was door een goede kennis van mij. En Balkenende, we hadden allerlei toespraken gehad van academici en zo. Allemaal even stronsvervelend, hè, dan weet je weer hoe het komt dat academici op dit punt weinig succesvol zijn. Balkenende kwam binnen, hield een praatje van een kwartier. Dat je denkt, zo, dat heb je prima gedaan. Goed praatje, geestig, niet te lang, allemaal tip-top. En hij verdween weer met zijn bewakers overigens. Want ja, die waren er wel. En toen kwam er dus een kabinet waarin de LPF ook optrad. De nieuwe minister van Economische Zaken kwam voor deze gelegenheid met zijn eigen Bentley. We gaan het wel heel anders proberen te doen dan Paars 2. Vooral Paars 2, ja. Wat betekent dit voor uzelf, dat u nu hier gaat deelnemen aan deze vergadering? Veel harder werken dan ik tot op heden gedaan heb. Dit gaat een gewoon kabinet worden. Helemaal gewoon? Geen vernieuwingen? Gewoon kabinet. Er moet gewoon geregeerd worden en dat gaan we ook doen. Ik denk dat van deze regering veel verwacht wordt, ja. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. De komende en de vertrekkende premier ontmoeten elkaar in de deuropening van het torentje. Vanaf vandaag de werkkamer van premier Balkenende. En even later droeg Wim Kok het premierschap formeel over aan zijn opvolger. Ja, dat is het kortzittende kabinet uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis geworden. Want na 87 dagen is dat kabinet gevallen. Ja, Mat Herbe die was toen degene die daar leiding aan gaf? Nou ja, die zat in de Kamer. Daar had de LPF eerst een andere fractieleider, maar die is weggestuurd. Want ze hadden altijd ruzie. In de LPF hadden ze altijd ruzie. Dat was in naam van hun grote leider en stichter. Waar Pim komt, komt ruzie. Waar de LPF was, was ruzie. Omdat het natuurlijk een samenraapsel was van querulanten en
Er was een enkeling bij die normaal gealfabetiseerd was, maar het was een zootje ongeregeld eerste klas. Winnie de Jong kan me herinneren, Hilbrand nabij. Ja, god, die Winnie de Jong, die bleek recent ontsnapt uit een gekke gesticht, als ik het me goed herinner. Dat was echt een treurige zaak in allerlei opzichten. En je had die zakenman met het platenleven, Herman... Heinsbroek. Ja, Heinsbroek met die baard. Heinsbroek sprak altijd over zichzelf in derde persoon. Daar is Heinsbroek het niet mee eens. Daar denkt Heinsbroek anders over, zei hij dan. Maar het wonderlijke van al was dat een van de meest redelijke, verstandige en intelligente personen in dit gezelschap, namelijk Eduard Bomhoff. Oh ja, dat had je ook nog, ja. Ik heb nooit begrepen wat Bomhoff in godsnaam zag in dit gezelschap. Warhoofden totaal niet. Maar goed, die zat ook in het kabinet. Macht? Ja, ik heb geen flauw idee. Volgens mij had hij ook zulke gruwelijke spijt. Hij is daarna ook uit Nederland vertrokken. En ik dacht, hoogleraar in Kuala Lumpur geworden. Die dacht, ik wil er niks meer mee te maken. Zoiets. Of hij schaamde zich, ik weet het niet. Ja, toch zo'n belletje had hij. Ja, dat komen we nu aan. Want wat bleek in het kabinet? Dat Heinsbroek en Bomhoff altijd ruzie met elkaar hadden. Wat zo hoog opliep, dat ze tenslotte zijn afgetreden. En het kabinet is verlaten hebben. Want als Bomhoff aan het woord wilde komen, dan had hij een soort belletje bij zich. Zo'n belletje wat ik bij de slimste mensen had. Een hotelbel. Ja, vrij amusant allemaal. Dus ja, en toen zei de fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, de latere minister van Financiën. Zalm, die zei van ja, het is zo'n instabiele zaak, ik trek mijn steun voor het kabinet in. En toen trok ook de fractieleider van de CDA ook zijn steun in. Dat was volgens mij Maxime Verhagen. En daarmee kwam er een eind aan het kabinet. Dus Balkenende 1 heeft 87 dagen gezeten. En dat betekende eigenlijk dat er op korte termijn weer nieuwe verkiezingen moesten worden gehouden. Zulks is ook geschied, dus in begin 2003 zijn nieuwe verkiezingen gehouden. En dat, daar was eigenlijk van een vrij redelijk herstel. Hè? Dus de PvdA en VVD hadden verschrikkelijk verloren in de verkiezingen van 2002. En nu herstelden zij zich heel behoorlijk. Overigens werd CDA toch weer de grootste partij, dat weer wel. En de LPF viel terug van 26 naar 6 of zo. En de verkiezingen daarop nog 2. En, nou, kortom, het gehele zaak ging als een nachtkaars uit. Waar je aan ziet, je hebt niks aan die populisten. Het zijn warhoofden, ruziemakers, incompetenten. Ik weet niet precies hoe je het best... Ja, daar was een enkeling bij die wel competent was. En die zijn de meeste van die lui hebben later ook een aardig baantje gekregen in het landsbestuur. Maar over de hele linie was het niks. Het stelde niets voor. Het was volstrekte gebakken lucht in alle denkbare opzichten. Is dat wat jou betreft ook de les wat betreft populisten? Op het moment dat ze dus... Ja, ik zou, als ze aan de macht komen, maken ze er onveranderlijk een potje van. Er zijn geen voorbeelden waar populisten aan de macht zijn gekomen en daarna een onwaarschijnlijk efficiënt, eerlijk, niet corrupt, prima bewind hebben gevoerd. Het is altijd een chaotisch zootje. Ik denk ook dat je het populisme toch het beste kunt zien als een vorm, een protestbeweging. Het is toch een beetje de opgeheven middelvinger. Ja, ik zie dat je de cameraatjes weg hebt laten halen. Dus nee, de kaartjes waren vol en ik had nog geen tijd gehad om het allemaal op de computer te zetten. De kaartjes waren vol. Nou ja. Dames en heren, ik steek mijn middelvinger op. Dat is in een grote trek het populisme. En op zichzelf is dat wel een signaal dat er iets niet in orde is. En dat veel mensen kennelijk niet gelukkig zijn met de gang van zaken. Maar je moet uiteindelijk, wil je politiek effectief zijn, moet je goed georganiseerd zijn, moet je redelijke standpunten hebben, moet je in staat zijn om samen te werken met andere mensen, moet je in staat zijn om compromissen te sluiten, moet je in staat zijn om te begrijpen dat de meeste dingen een stuk ingewikkelder zijn dan ze lijken, zeker in de visie van populisten. En als al die condities afwezig zijn, gebeurt er dus nooit een kloot. En daar kunnen we ook meteen, wie verschijnt hier op het toneel? Rita Verdonk. Wacht even, kabinet 2 valt weer na het eerste... Ja, dat valt weer over de Ayaan Hirsi Ali kwestie. Ja. Het kabinet was vooral opvallend geweest door een hele reeks van bezuinigingen. Dat geldt ook voor andere kabinetten van Balkenende. Er moest alsmaar bezuinigd worden. Een soort van mantra geworden, Nederland moest bezuinigen. Daar hebben we achteraf voornamelijk spijt van gekregen, maar goed, Nederland moest bezuinigen. Maar het viel dus over deze kwestie. Waarbij ook op het toneel verschijnt Rita Verdonk. Ik denk wel
dat je redelijkerwijs kunt zeggen dat Rita Verdonk de meest overschatte politica is van de afgelopen 20 jaar. Ik kan me nog herinneren, er was een onderzoekje gedaan naar talkshowgasten en Rita Verdonk bleek 10 jaar lang de meest uitgenodigde persoon in talkshows te zijn. Waarmee ik maar wil zeggen, voor mensen die nu heel veel worden uitgenodigd, u wordt tenslotte op relatief korte termijn totaal vergeten. U verdwijnt in het memory hole wat er nu eenmaal klaar staat voor mensen die overschat worden door de media en die in feite niet bijster competent zijn. Rita Verdonk was ondertussen de populairste minister van de ploeg geworden en misschien wel de populairste politica van dat moment, omdat ook ondertussen die hele obsessie met migratie, integratie, hoe erg het allemaal niet was en hoe verschrikkelijk, dat begon net te spelen. Ja, Rita Verdonk was een strenge minister, dus er van allerlei dingen konden niet volgens haar. Ze had ook voortdurend voorkomen geschrifte voorstellen. Bijvoorbeeld dat we allemaal Nederlands op straat moesten spreken. Je mocht geen buitenlandse taal meer op straat spreken. Ja, dat heeft in Limburg toen tot totale paniek geleid. Omdat daar wordt Limburgs, of althans de diverse Limburgse dialect op straat gesproken. Dus dat zou volgens Rita verboden worden. En dan werd je gearresteerd. En dan had je hoge boetes. Als je het Sittards had gesproken, is Sittard bij wijze. Maar reken er dus op dat het dus de komende tijd... Ik dacht dat wij in een normaal land woonden, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Ook in Nederland breekt een brede brigade van halve garen te leven. Maar in de kwaliteitskrant zullen er denk ik binnenkort ook wel stukjes over staan. Ja, en dat zal zeker door de tv-kritieken zal het besproken worden. Maar ook dat zal ik niet lezen. Oké, maar in het kader van het populisme kunnen we misschien dat bespreken, omdat ook Rita Verdonk waarschijnlijk weer de Raad van Den Haag ingaat als wethouder. Daar wil ik ook zo weinig mogelijk aandacht aan besteden. Daar wil ik ook niks over zeggen. Nee. IJzeren Rita, die met Richard de Mos door de meest overschatte politica van de afgelopen 20 jaar. Maar ze is nu wel weer terug. Nou nee, dat was Pim Fortuyn, maar daarna... Komt Rita. Ja. Wilders heeft, laten we eerlijk zijn, eindeloos de tweede of de derde partij geweest en heeft er niets van terecht gebracht. Daar zit hij nou geïsoleerd en wel met zijn bewakers en hij is niet meer dan een randfiguur. Een defect locomotiefje op een zijspoor. Maar goed, Rita kan weer opleven nu, want ze kan zeggen... Geweldig. Ik hoop dat ze enorm op gaat leven, maar graag zonder mij erbij. Oké, maar je gaat het niet volgen? Nee, die hele fractie van de Mos, die lijkt me niks, eerlijk gezegd. Maar daar moet nog een rechtelijke uitspraak komen. Daarom zet die Rita natuurlijk als wethouder in. Dat voor hem niet... Kennelijk, ja. Ja, zei je. Zij zal ongetwijfeld ook weer in de talkshows opduiken. Ze zei ook laatst van de week op televisie dat mensen haar, als ze haar niet herkende aan haar gezicht, dat het de stem was die mensen nog heel goed hadden opgeslagen. Ja, natuurlijk ben ik er blij mee. Grootste partij van Den Haag. En zo keihard gewerkt door iedereen. Ja, ik vind het geweldig. Toch heeft D66 al laten weten dat ze niet met jullie willen gaan samenwerken. Ja, dat is ook wel weer te verwachten, toch? Ja, dat kan. En ik hoop dat die wordt omgezet in koffie drinken. D66 is altijd de partij van het samen. Nou, we moeten het ook samen doen. Dan gaan we kijken waar we elkaar wel kunnen vinden. In plaats van bij voorbaat nee zeggen. Zo 1980. Alle partijen in de gemeente Den Haag hadden in ieder geval niet gehoopt dat jullie de grootste zouden worden. Hoe kan het dan toch dat jullie de grootste zijn geworden? Is dat dan toch het seksappeal van Richard? Of toch de kennis die jij hebt, Riet? Nou, laten we zeggen een combinatie. Ik heet Rita trouwens. De combinatie. En ja, ik denk dat de kiezer heeft aangesproken. En ook best wel kiezers die zullen denken van... Jeetje, 2,5 jaar wachten op een uitspraak van de rechter. Ben je nou helemaal gek geworden? Dat is niet goed. Dat is niet goed voor onze democratie. Dus wij laten zien dat we daar niet mee eens zijn. En we stemmen gewoon op Riesje. Oké, ik hoop het te kunnen negeren, het verschijnt. Maar populisme dus. Waar zij ook onderdeel van is. Ja, daar wil ik wel iets over zeggen, hoe dat in principe in elkaar zit. Ja. En waarom het ook zo voor zoveel mensen zo attractief lijkt te zijn. Een leuk onderwerp, toch? Ik heb er een heel boekje over geschreven, dus... Oké, nou, dan kunnen we dat waarom bespreken. Waarom is de burger boos? Ja, dan kunnen we dat per hoofdstuk bespreken. Ja, dat is heel gek. Op de eerste bladzijde van dit boekje leg ik uit waarom de burger boos is. Dat gaat voornamelijk over de immigratie. En dan zie je in de boekbesprekingen, best een leuk boekje, maar nergens legt Van Rossum uit waarom de burger boos is, denk je. Zouden ze ook de eerste bladzijde niet hebben gelezen? Die slaan ze meestal over. Zou dat het zijn? Dat denk ik, ja. Dat is toch ook met leerlingen is dat ook zo. Dan de titel, denk je, oh, die lees ik niet, want die doet er niet toe.
Mensen zijn altijd weer stommer dan je denkt. Het is ongelooflijk werkelijk. Dan hebben we Peter Bindels. Die zegt dat wellicht nog een goed onderwerp. Het bekroonde debuut Natural Light. Dat belicht de gewelddadige excessen van het Hongaarse leger in de Sovjet-Unie tijdens Wereldoorlog 2. Ja, dat geloof ik direct. Daar hebben we het ook bij de Italianen over gehad. Dat die Italianen, die natuurlijk altijd zo'n sympathieke indruk maken en zo weinig vechtlustig lijken te zijn, zich enorm misdragen hebben in Ethiopië, in Libië en waarschijnlijk ook aan het Oostfront. En de onderbelichte rol van Hongarije in de Tweede Wereldoorlog is ook wel helder beschreven in het boek De Geheugenloze van Geraldine Schwartz. En het verklaart ook wel iets over de lieden van Forum voor Democratie en hun achterban, zegt hij. Deze ja, Peter. Het lijkt mij eerlijk gezegd dat het drama met de Oekraïne en Poetin, dat is natuurlijk voor onze prominente populisten een hele vervelende ontwikkeling. Aan zij voortdurend hebben gezegd dat die Poetin een geweldige man is, hè. Groot gelijk heeft en een voorbeeld is voor de westerse wereld en geen last heeft van die decadentie waar wij onder lijden, dat kende oestige eet, zal ik maar even zeggen. In New York Times stonden al meerdere stukken dat de schade door het Poetinse aanval op de Oekraïne voor het rechtse populisme, dat die aanzienlijk is en waarschijnlijk ook nog wel toe zal nemen. Ja. Ilko uit Amsterdam heeft met plezier naar Mussolini geluisterd en hij vroeg naar jouw inzichten naar Portugal onder Salazar. Salazar, jazeker. Ja, of ik, het spijt me erg, maar ik weet eigenlijk niet of ik zin heb om me daar nou in te verdiepen. Nee. Salazar was een hoogleraar aan de economie die, als ik het me goed herinner, in de jaren 30 aan de macht kwam in Portugal en op zichzelf een heel traditioneel en terughoudend financieel beleid heeft gevoerd. En kennelijk was er voor Salazar weinig alternatief. En toen heeft hij al die gekke oorlogen in Afrika langdurig gevoerd. En dat heeft tenslotte tot zijn ondergang geleid. Dan heb ik het even heel kort samengevat. Oké, dan hebben we nog deze. Dag Maarten, met Henk Versendaal. Met veel plezier luister ik naar je podcast. Zou je misschien ook een keer iets van Ante Pavelits kunnen behandelen? Na Mussolini, volgens mij een prima onderwerp wat past binnen dit spectrum. Ik wacht af en groetjes aan Tom. Hij moet nog even wachten op Ante Pavelits. Is dat niet een van die Servische boeven? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. 1, 2, 3 moet ik zeggen. Het is wel grappig. Ik associeer het met Servië, maar dat kan best zijn dat ik geen gelijk heb. Het is grappig dat mensen denken dat dat alle Wikipedia-pagina's in je hoofd zitten. Ja. Dus dat je een lopende encyclopedie bent. Dat, en sterker nog, dat ze ook licht verontwaardigd zijn als dat niet zo blijkt te zijn. Ja, dat is wel grappig, ja. Nou, dan moeten we voor volgende keer even een ander onderwerp weer bedenken. Maar dan mag jij iets bedenken waarvan je zegt, dat vind ik interessant. En is dat ook dan geschikt voor de 5e april? Of? Dat kan ook. Daar kunnen we dan op doorgaan. Ik weet niet wat we nog... Maar je ziet, vandaag hadden we maar een onderwerp en we hebben de tijd moeiteloos gevuld. Ja, we hebben altijd wat actualiteiten waar we het over kunnen hebben. Zo is het. Ik wil het populisme nog wel eens een keer voor de lol uit de doeken doen. Oké, okay, populisme. Ja, en moeten we dan nog een onderwerp voor die 5 april bedenken? Ja. Het is een ramp geweest voor de Nederlandse politiek. En dat land had het grootste imperium wat er was, waar de zon, zoals u weet, niet onderging. Althans, dat zei men. Ja, tenslotte gaat hij overal een keer onder, maar goed, ja. Het is ingewikkeld om dat nu even te gaan uitleggen. Maarten van Rossum vertelt over de Tweede Wereldoorlog. Engeland was natuurlijk de uitvinder van de industriële revolutie. Engeland had een eeuw lang een ontzaglijke technologische voorsprong op praktisch iedereen gehad. Bovendien was Wilhelm ook nog geparenteerd aan het Engelse koninklijk huis. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Ik geloof dat Victoria zijn grootmoeder was. Ik ben altijd wat slecht in de royalistische verhoudingen, maar die lui waren allemaal familie van elkaar toen.